Yo guys, welkom bij deze nieuwe video met vandaag aflevering 5 alweer van Star Wars The Clone Wars Season 7 Episode 5, Gone with a Trace. Oké, in de vorige 4 afleveringen hebben we natuurlijk kunnen kijken naar het verhaal van de Bad Batch. En dat was een heel interessant verhaal. Het begon oké, maar naarmate het einde toe werd ik echt een heel erg grote fan van de Bad Batch. En natuurlijk hebben we ook kunnen kijken naar hoe dat Echo is kunnen joinen bij de Bad Batch. En ik moet zeggen, dat was echt een perfect idee voor hem daar te laten meegaan. En het is heel goed geschreven van de schrijvers vooral, omdat Echo is een defective malfunctioning clone op dit moment. En het feit dat hij de Bad Batch joint is heel erg goed. Vandaag beginnen we met de tweede van de 3 storylines in Season 7. En dat is een storyline waarvan ik niet zo heel veel van af weet. Maar het gaat om Ahsoka Tano. En ik ben heel erg benieuwd. Want de laatste keer dat we haar zagen, dat we haar echt zagen, was in het einde van Season 5. Waarin dat zij geframed werd voor een moord die ze niet had gepleegd. Maar ze is daarna vrijgesproken geraakt. Was de Padawan van de... Ben ik even haar naam kwijt? Ik weet even haar naam niet meer. Maar als u weet, zet het in de comments op beneden. Maar de Padawan had het dan gedaan. De Padawan was de moordenaar en had Ahsoka Tano geframed. En dat was heel interessant. Vooral ook het einde waarin dat er wordt gevraagd van... Hey, het spijt ons. We willen heel graag dat je terugkomt bij de Jedi Order. En dat weigert ze, omdat ze haar vertrouwen is verloren. En haar vertrouwen is gebroken en ze gaat op zichzelf, omdat ze dingen goed moet zetten. En ik vraag me af, gaan wij daar verder of gaan wij echt een tijdje verder al nu kijken hoe dat het nu met Ahsoka Tano is? Ik ben heel erg benieuwd, ook gewoon omdat we al een paar time jumps hebben gehad in de serie. En Ahsoka Tano is gradually ouder geworden doorheen deze serie. Dus dat is ook heel erg interessant. En ik ben benieuwd hoe dat ze er nu uitziet. Dat is wat ik wil weten van deze storyline. Ik ben ook heel benieuwd waar we naartoe gaan. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen met kijken naar Gone with a Trace. De eerste aflevering over Ahsoka Tano. Voor de eerste keer sinds het einde van Season 5. Star Wars, the Clone Wars. If there is no path before you, create your own. Past perfect bij Ahsoka Tano. Jedi Padawan Ahsoka Tano, ja, wrongly accused of treason by the Jedi Council, was Ahsoka's close friend. Barriss Offee, inderdaad. Unable to reconcile her relationship with the Jedi Order, Ahsoka decided to walk away from the only life she had ever known. Holy fuck! She's older now. She has grown quite a bit. Uh-oh. You can do this, Ahsoka! Sorry! Uh-oh! Uh-oh! Oh. Kijk, en daarom is Ahsoka Tano een geweldige Jedi. Al is ze geen Jedi. Good thing. Nou ja, gebruik de Force, zou ik zeggen. Of niet. Als je gebruikt je behendigheid, vind je ook goed. Who is she? Piece of junk. That bike is trash. Yeah, I think she figured. Who are you? I'm Trace. Hey, Trace. Oh, Gone with a Trace. Gone with the Trace? Gone with a Trace. Okay, cool. For your bike. For a prize. Ik vind het pak van Ahsoka Tano hier wel echt geweldig. Pas bij haar. Holy crap! That's a nice ship. Your space is over there. Time is money. That's true. Hey, why are you helping me? How's it going down there? Oh, wow, blur. Not if you're gonna charge me. Dit is te zien dat dit seizoen 6 jaar later is dan de vorige seizoenen. Everything has a price. Animatie is zoveel mooier. Ik ben zoveel fijner. Yeah. Actually. What's with you? Well, you don't know what she has been to.
Ahsoka. Wauw. Daar schijnt dus al nooit. Ah. What's it gonna cost? It's on the house. Ah. Obviously. So, where do you come from? The Jedi Temple. Policing everything. The Jedi didn't start the war. They're trying to stop it. You're a kid. You hear stories. Oh. I guess they're not what I thought they'd be. Don't do anything. Got it? All right. Hey, Bintu. Nogmaals, you don't know what Ahsoka is capable of. Stay out of this. Right here. Oh yeah. Ow. Oh, come on, Ahsoka, do it. Ow, ow, ow. On second thought, some help would be great. Oh, yeah. I felt it in my alien balls. My older brother taught me. Aww. Maybe you can teach me someday. Wait, you have a brother? I gotta go tell my sister about nope. You don't get it, Suka. Not yet. Oh! I'm from Topside. Your sister's been helping me out. Oh, yeah. Okay. So, Trace. Feel like building some droids? Existed. Cool. And some are just crosswired like this binary load lifter. Like the Sith? Binary. No, that's there's bad people. Oh, they're separatists! It's prone to violence. Aha. Naturally. Race, the bolt! Oh, she didn't! No. That. That's not good. Nice. Oh, ik ga de brug breken. Of niet? Ik ga springen. Oh fuck. Die demolitions a lot of things. Working on that too. Or not. Always an adventure with Ahsoka Tano. Hey! Just hit the blue button! Which blue button? That blue button. The blue button on his face! You can do this! Uh-oh! Oh, use the force! Oh, dragon. You can't use the force, I know, but... Ja, ze kan wel, maar ze kan het nu best niet gebruiken, dat bedoel ik. Oh, no. Ja! Ah, she hangs there. Yeah! Nothing to worry about. We had it all under control. Kind, hou je mond. Dankjewel. We all know that you're new here. Oh, fuck off. Stop even. Dus aardig. I don't like Rafa. If I didn't get the credits for those droids, they were gonna keep coming after us. Yeah. She still doesn't like Ahsoka. Thanks for saving me out there. Stel je voor dat ze nu gewoon zeggen, with the force. Ah, a friend for Ahsoka. Oké, dat was die episode. Interessante episode. Het was een stuk rustiger als de andere episodes in deze serie in het verhaal. Dus dat was interessant om te zien.
Ben ik intrigued? Ja, ik weet niet. Het is interessant. Ik weet nog niet dat het geweldig gaat worden, deze vier afleveringen. Want het lijkt me veel voor vier, of het lijkt me weinig voor vier afleveringen eigenlijk. Vier afleveringen lijken me veel. Dus ik ben benieuwd wat daar aan de hand is. Want dit kwam er zo leuk tussendoor. Maar is het echt een blok van vier afleveringen waard? I don't know. Nu moet ik wel zeggen, Trace en Rafa zijn wel interessante personages. Ik vind Trace vooral geweldig, of vooral leuk, en minder Rafa, maar dat is de bedoeling. Dus ik ben heel benieuwd waar dat dit naartoe gaat gaan. Ik ben heel benieuwd wat we nog gaan krijgen in deze vier episodes. Er valt nog niet veel over te zeggen, want we hebben nog niet veel verhaal gehad, zoals bijvoorbeeld bij de Bad Batch wel. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan tegenkomen. Ik ben heel benieuwd wat we gaan vinden. Ik ben heel benieuwd naar deze vier episodes. Maar nu krijg je ook zo wel het gevoel van, ik heb deze vier episodes nu. Maar ik wil zo graag gaan kijken naar de Clone Wars, het einde ervan. Dus ja, dat is interessant. En ik hoop niet dat het mij gaat tegenwerken in het kijken van deze vier episodes. Maar dat was het voor vandaag. Dat was het voor nu eigenlijk. Ik zie jullie straks terug bij de volgende episode, bij aflevering 6. Dan zitten we op de helft van het seizoen. Dus bedankt voor het kijken. Geef een like, comment, subscribe, deel deze video. Bedankt voor het kijken en bye.